Hallo? Hallo, hierheen? Ja, hier. Hier ben ik. Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Zap. De officiële naam is afstandsbediening. Maar als ze mij kwijt zijn, vragen ze altijd, waar is de Zap? Dat komt omdat ze met mij altijd zitten te zappen. Hier ben ik geboren. Heel veel collega's van mij worden in Azië geboren, maar ik toevallig hier. Hier ben ik heel lang geweest, samen met de tv waar ik bij hoor, voordat wij verkocht werden. Ik werk bijna altijd, behalve als mijn eten op is. Kijk, hier haal ik mijn voeding vandaan. Als ze op zijn, dan doe ik het niet meer. Maar ik krijg bijna altijd snel weer nieuwe batterijen. Anders kunnen de mensen mij niet gebruiken en moeten ze opstaan. Haha! Dit zijn mijn Aziatische collega's, maar ik kan ze helaas niet verstaan. Soms leggen ze ook wel eens per ongeluk een andere Zap bovenop mij. Dan hebben we veel plezier. We worden ook wel eens verwisseld. Dan gebeurt er helemaal niets. Totdat ze erachter komen dat ze de verkeerde Zap hebben. Als ik nieuwe batterijen heb en ik doe het dan nog niet, dan leggen ze me wel eens een tijdje in het diepvriesvak. Dat vind ik niet zo leuk. Soms misbruiken kinderen een collega van mij wel eens. Ik word ook wel eens gebruikt om vliegen mee dood te mappen. Ik word soms erg vies als de mensen mij zo gebruiken. Een collega van mij wordt meestal in bed gebruikt. En als het dan weer eens uitloopt op vrije, komt die collega in de verdrukking. Van schrik gaat hij dan zappen. Dit is de belangrijkste knop die ik heb. Soms wordt er ook wel eens ruzie gemaakt door mij. Kom, geef me eens hier. Nou, we hadden de regel duidelijk naar kijken. Jawel. Dit is hier. Oh. Nee, ik ben er. Nee, dit is niet. Ik ga het voor je. Soms zijn ze mij ook wel eens kwijt. Nou, dan breekt er een lichte paniek uit. Als er een andere tv wordt gekocht, hebben ze mij niet meer nodig. Met wat geluk kom ik dan hier terecht om misschien nog hergebruikt te worden. Als ik hier terecht kom, is het einde van mijn leven definitief. Vanaf hier zal ik gecremeerd worden en eindigt mijn leven. Maar ja, dat is het leven van een Zap. Maar gelukkig is het nog niet zo ver. Nou, nu weten jullie wat meer over mijn leven en stop ik ermee, want ze hebben mij weer nodig. Doei!